Dat is dan loon na verschrikkelijk hard werken om hem dan zo weg te zetten. En vervolgens wat rammelt volgens mij. Hoeveel wordt hij? 1 misschien wel? Je zit niet in het verhaal, schat, hè? Van 9. Aan de andere kant moet je de goede snelheid zien te vinden om met die poelers te rijden. Dan gaan we gewoon even naar onze collega's kijken. Als je kijkt naar de groene aardbei, dat soort machines, hoe lang dat je hem hebben moeten zoeken om het op de juiste wijze weg te zetten, is als je dit. Applaus voor Bastian Putten. Beter had ik het niet kunnen uitleggen.
betekent dat wij sowieso toe zijn aan de eerste officiële. Ja, hij stil te stil, dus het is qualified. Dus het verhaal doet hij over of niet. Dat is eventjes daar achter wat gebeurt. Ik ga deze kant even kijken, jongens, zijn er hier nog mensen uit de Stapelstraat heen en omgeving? Kijk voor zo meteen even hier wie er toe komt, jongens, want na het innemen van de indoor hal in Zwolle, na 2 weken terug jullie event op Stapelstraat. Strijd. Ben je iemand kwijt heen staat te bellen? Oh. Ja, waarom zeg je dat dan niet? Wie ben je kwijt? Amber! En dan krijg je niet best goed. Misschien is het een experimentele opstelling, zou ik nog kunnen. Als ik het goed heb, is het post Eemnes. Ja, en ook Eemnes, hè. Hoe ver wonen jullie bij elkaar vandaan? Ik denk dat die heel op eind terug Eemnes zo te blijven hangen, zal zo'n beetje op de weg waard kunnen doen. Ja. Probleem in de achteras. Mooie alles van. Ja. Het is alsof jij ook een alles hebt. Hey. Oké. Okay. Goed. Drie staatslap, jongens. Ja. Voor de combinatie Supercars waarin hij verdient hier, wat mij betreft, echt op de Beach Pull wel jullie waardering. Want ze zijn er wel bij en ze zetten door. En het gaat niet vanzelf. En dat zie je hier gewoon gebeuren. Zullen we een applausje bij hebben, jongens?